Goedemiddag, zusters en broeders, jongelui en kinderen. Welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en gemeenteleden die de dienst elders of later meebeleven. De voorganger deze middag is dominee Van der Wal uit Baren. Het thema voor de dienst is zorg goed voor je ziel. De bijbehorende schriftlezing is uit het boek Matteüs, hoofdstuk 16, de versen 21 tot en met 28, met als tekst de versen 25 en 26. De mededelingen beperken zich tot de collecte, die zijn voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas deputaatschap Varende, dat zorg draagt voor de binnenschippers. En bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 108, vers 2 en de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heere, God, Vader, die zondaar roept, de Zoon die ons van de zonde verlost en de Heilige Geest die ons levend maakt, de drie enige God. Amen. Genade en vrede voor u en jullie van Hem die is, was en komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste, de allerhoogste,
in hemel en op aarde. Amen. Psalm 42, vers 1 en 3 leert ons met hart en ziel naar de Heere te verlangen. Laten we deze psalm zingen, psalm 42, vers 1 en 3.
Laten we nu ons geloof belijden en daarna zingen van Psalm 16. Psalm 16, de verzen 1 en 3. We belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen en laten het de woorden zijn van het hart van u, jou, van ons allemaal. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter Herre. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
willen u bidden om de leiding, de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Almachtige God, Vader in de hemel, u die ons geroepen hebt, willen we danken dat we opnieuw hier in de kerk mogen zijn. Dat u het bent die steeds weer mensen roept en ons de gelegenheid geeft om u te leren kennen. En dat u ook alles doet om ons bij u te bewaren. Steeds weer strekt u uw handen naar ons uit. We kunnen dat ook heel anders ervaren. U die ons kent, bidden wij. Geef ons wat we allemaal persoonlijk nodig hebben. U kent ons wanneer we met hart en ziel naar u verlangen. Maar ook wanneer onze ziel terneergedrukt is. Ook, Heere, wanneer we onze ziel verwaarlozen. En zomaar kunnen we in alles meegenomen worden aan indrukken en wat op ons afkomt en alles wat boeiend is. En Heere, waar kunnen we ons hart en leven niet mee vervullen? Wat hebben we nodig? Bij dat geloof in u dat wij beleden hebben steeds weer bewaard te worden. Daarom bidden wij om de kracht van uw Heilige Geest. Dat we niet verzanden aan het alledaagse. Niet verdorren. Niet uw geest doven. Wees ons genadig, Heer. Bewaar ons van grauwheid en dorheid. En doe ons leven voor uw aangezicht als uw kinderen. Die erop mogen vertrouwen dat u voor ons zorgt. U die weet wat we naar lichaam en naar ziel nodig hebben. Dat we ons niet laten verblinden. Niet laten misleiden door allerlei geluiden en alles wat ons van u af kan leiden. We bidden in het bijzonder ook voor deze dienst. Als we uw woord openen. Wil ons verlichten met uw Heilige Geest. Dat we echt openstaan voor u. Heer, wij willen u bidden of u ons uw genade wil bewijzen. Dat we rustig zijn van binnen. Niet heen en weer geslingerd worden. Geef ons de helderheid van gedachten en de concentratie. Om naar u te blijven luisteren. Om uw woord zo te bedienen als u het gezegd wil hebben. En wat zijn het grote woorden, Heer? Heer, we kunnen niets uit onszelf en daarom bidden wij u om uw leiding. Om vervulling met uw geest. Laat ons leven bij uw woord elke dag. En dat we daar ook genoeg aan hebben. Die genade van u, waarvan uw woord spreekt. Wees met ons hier in de kerk. Of als we via internet of kerktelefoon alle technische mogelijkheden die er zijn, mogen dankbaar voor zijn als we ook zo deze dienst mogen beluisteren en meemaken. Wil ons geven wat we nodig hebben. Spreekt u tot ons hart. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing is uit Matteüs 16. Zoals aangekondigd. Matteüs 16, we lezen vanaf vers 21. Hierna zingen we uit Psalm 62. Zorg voor je ziel, dat is het onderwerp, je hoort het al. Nou, de ziel. Daar komen we genoeg tegen in de psalmen. Die ziel die soms ook wel eens het zwijgen moet worden opgelegd. Luister, hoor mijn ziel. Wees stil. Het kan onze ziel ook onrustig zijn. Wat is het nodig om dat onze ziel tot stilte en rust wordt gebracht bij de Heere? Dat is het gebed van Psalm 62. Psalm 62. We zingen de versen 1 en 7 nadat we hebben gelezen uit Matteüs 16. We horen daar het woord van God vanaf vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien
dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei: God zij u genadig, Heere, dit zal u beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen, mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. Zalig zij die het woord van de Heer hoort en gelooft. Amen.
Na de verkondiging zingen we uit Psalm 73, de versen 12 en 13. De tekstwoorden die centraal staan vanmiddag. Matteüs 16, dus vers 25 en 26. Waar de Heer Jezus zegt: wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien herinnert u of jij zich nog ergens vorig jaar was het, geloof ik, dat de staatsloterij op zoek was naar de winnaar van de 100.000. Ja, al een jaar eerder was er op een bepaald lotnummer de prijs gevallen van 100.000 euro. Maar degene die dat lot gekocht had, had zich niet gemeld. En het schijnt dus, ik hou er nooit mee bezig, maar goed, het schijnt dus dat ze dan een jaar wachten tot misschien iemand zich nog meldt, maar na een jaar, ja, dan vervalt die prijs. Een paar dagen voordat de datum zou verstrijken, werd het nog groot aangekondigd. Ik stel me zo voor, misschien mensen die zich bezighouden met staatsloterij, waar ze al hun zak hebben nagezocht van waar zou ik nog eens een lot misschien hebben. Maar niemand meldde zich. Het schijnt vaker te gebeuren. Mensen hun lot kwijtraken. Ja, komt hij per ongeluk in de was terecht of zo. Je weet hoe dat soms ook kan gaan. Het zal je gebeuren. Dat er net op jouw lotnummer een enorme prijs is gevallen. En dat je lot kwijt bent. Wat zonde, zeggen mensen dan. Wat zonde. Ja, je hoort het ook wel eens zeggen in een sport. Hè? Als iemand net buiten de prijzen valt. Net buiten de medailles bij de Olympische Spelen of zo. Net geen wereldkampioen geworden. Het scheelde misschien maar een tiende van een seconde. Wat zonde. Eeuwig zonde, zei eens een keer iemand. Eeuwig zonde. Nou, ja, en nou weten we wel in de kerk, als het gaat over zonde en eeuwige zonde, dat het dan wel om wat andere dingen gaat, hoop ik. En toch begrijpen we natuurlijk allemaal wel een beetje, hè, van stel je voor, je hebt net een nieuw kledingstuk gekocht en krijg je er een vlek in wat er op geen mogelijkheid uit te krijgen is. Nou, dan zeg je misschien ook wel, ja, dat is toch zonde. Met het alledaagse gebruik. Zonde dat ze net dat kleine deukje in die nieuwe auto. Ja, ach, stelt misschien niet veel voor, maar je ziet het iedere keer, hè. Zonde. De Heer Jezus heeft het ook over wat zonde is. Eeuwig zonde zelfs. Dat is wanneer je de hele wereld wint, alles te winnen, alles wat er te winnen is gewonnen hebt en zeg maar wereldkampioen, Olympisch kampioen, multimiljonair misschien, wanneer je het allemaal hebt, maar wanneer je schade leidt aan je ziel, dat zegt de Heer Jezus. Alleen, wat bedoelen we daar? Waar gaat het dan over? Hoe kun je dan schade lijden aan je ziel? Nou, Jezus maakt dus duidelijk, al zou je multimiljonair zijn, het is niets waard vergeleken met de waarde van de ziel. Nou, dan kun je daar zo misschien in de kerk wel ja en amen op zeggen, maar hoe beleven we dat? Leven we ook zo of beseffen we dat ook echt? Van groot belang dus, hè, om goed te zorgen voor je ziel. Verlies vooral je ziel niet. Willen we vanmiddag eens over nadenken. Wat is dat nou, hè, die ziel van ons? Je bent meer dan een ding.
meer dan een lichaam. Daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Wat zou het leven zijn als er nooit vreugde zou zijn? Als je nooit blij zou kunnen zijn? Als je nooit kunt verwonderen? Als je nooit iets mooi of minder mooi zou kunnen vinden? Als alles grijs en grauw en alles gelijkmatig zou zijn? Immateriële rijkdom. Ja, daar hoef je nog geen christen voor te zijn. Immateriële rijkdom, dat is natuurlijk ook enorm belangrijk. En dat is veel meer dan een zak met geld. En zo zeggen heel mensen het ook wel, hè, mijn echte rijkdom. Ja, dat zijn mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Ja, dan zie ik ook wel eens foto's voorbij komen via Facebook of zo, hè. Oma's die graag die foto's laten zien en zo en delen met anderen. Dat is nou mijn rijkdom. Nou, dat is natuurlijk mooi als je dat zo beleven mag. En toch... Jezus gaat nog verder, weet u. Stel je voor dat je dat ook dat allemaal niet hebt. Natuurlijk, je gezin, je relatie, je familie, vrienden, allemaal kostbaar. Veel meer waarde dan geld. Maar ook als je dat allemaal niet hebt. En toch blij kunt zijn, toch dankbaar kunt zijn. Die rust kunt vinden in God alleen. Dan ben je pas echt rijk. Denk aan een verhaal, misschien wel eens gehoord of gelezen, het verhaal van die monnik en die reiziger. Monnik en een reiziger, die komen elkaar ergens tegen en die monnik die heeft een kostbare edelsteen bij zich. En die reiziger, een handelsreiziger of zo, die kijkt naar die edelsteen, zo van, nou, hoe kom je eraan? Dat zou ik ook wel willen hebben. Nou, zegt die monnik, hier, alsjeblieft, mag hem zo hebben. En die reiziger verbaast me tegelijk ook bij. Hè? Die gaat weer verder met zijn kostbare edelsteen. De volgende dag gaat hij weer terug. Gaat hij die monnik opzoeken. Maakt hem toch niet gelukkig. En weet je wat hij dan zegt tegen die monnik? Dan zegt hij. Kun je me ook datgene geven waardoor je die edelsteen zomaar weg kon geven? Voelt u wel? Dat is nu echt rijk zijn. Niet alleen wanneer je veel bezit hebt. Maar wanneer je geven kunt. Geven kunt met een blijmoedig hart. Kwijt kunt raken. Denk je van nou, daar word je alleen maar armer van. Maar Jezus maakt duidelijk dat daar nu de echte rijkdom ligt. Moeten we daar nog eens wat meer over nadenken, want ook in familie en vrienden kun je ziel net zo goed verliezen, als je niet oppast. Als dat het een en al is, je kinderen of je kleinkinderen misschien wel het een en al zijn, hoe kostbaar ook, hè. Je kunt er ook mee belasten trouwens. Als je misschien wel zoveel van ze verwacht, je belast er ook mee. Iets om over na te denken, maar je kan ook je geestelijke kracht verliezen. Uiteindelijk verlies je alles, ben je verloren. En nu zal de Heer Jezus natuurlijk niet bedoelen je leven verliezen om dan rijk te zijn in Hem. Dat je dan alles maar moet verwaarlozen of kwijtraken als je geloof in God maar behoudt. Een soort armoedeideaal of zo, dat predikt de Heer Jezus niet. Maar wat bedoelt Hij dan wel? Verloochen jezelf. Pas op voor je ziel. Moet eerst nog eens hebben over die vraag van, wat is nou die ziel precies? Laten we daar eens even op inzoomen. Die vraag van, wat is onze ziel? Waar zit onze ziel eigenlijk? Daarna gaan we verder met, wat doe je dan met die ziel? Om tenslotte uit te komen met die vraag, welke betekenis dat alles heeft. Hè? Dat zorgen voor je ziel. Onze ziel, allereerst, waar zit die ergens? We kennen wel die uitdrukking, hè? Met hart en ziel je ergens voor inzetten. Je met hart en ziel je ergens voor geven. Nou, dan zeg je eigenlijk, daar ga je er helemaal voor. Je gaat er helemaal voor, dat is wel duidelijk. Met hart en ziel, dat is eigenlijk zoiets als ze met twee woorden hetzelfde zeggen. Het lijkt hetzelfde te willen uitdrukken. En toch denk ik, dat je zeker vanuit de Bijbel, wel een onderscheid kan maken. Het ligt dicht bij elkaar. Maar de Bijbel maakt wel onderscheid. Denk aan het grote gebod. God liefhebben.
en je naast als jezelf God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en met je verstand. Het hart in de Bijbel, vaak genoeg gehoord hebben neem ik aan, en daaruit, hè, zeggen spreuken dichter ook, zijn de uitgangen van het leven. Het hart is in de Bijbel natuurlijk niet zomaar de hartspier, maar eigenlijk zeg maar het kern van je leven. Je commandocentrum, daar waar de beslissingen vallen. Een voorbeeld uit de Bijbel, Daniel. Ik ken het verhaal denk ik wel van Daniel met zijn vrienden en Babel. En die koning van Babel die wil ze inschakelen in zijn dienst. En zet ze allerlei Babylonische maaltijden voor. Maar David is gewend zich aan de regels, hè, zoals in het Oude Testament staan, de spijswetten te houden. En dan staat er David. Hij was vast besloten zich niet te verontreinigen met maaltijden van Bijbel, van Babel. Met zijn hart was hij vast besloten, staat er. Had in zijn hart had hij zich dat vast voorgenomen. In zijn hart wil hij de Heere dienen. Bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is, zegt Spreuken ook. Je hart, dat heeft in de Bijbel ook met je gedachten te maken. En je gedachten, die kunnen allerlei kanten opgaan, verschillende richtingen. Maar als je dan een keuze maakt, dan dit moet het zijn. En dat heeft dan te maken met je hart. Heb de Heere lief. Met heel je hart. Dus in alle keuzes die je maakt, de wegen die je gaat, de afslagen die je tegenkomt, de kruispunten die je overgaat. Heb de Heere lief met heel je hart. Dan zal Hij je leiden. Zal Hij je bewaren ook voor verkeerde keuzes, verkeerde beslissingen. En dan je ziel. Je ziel, je zou kunnen zeggen, dat ligt er dicht tegenaan. Maar je ziel, dat is eigenlijk heel het innerlijke leven daaromheen. Even weer het algemene spraakgebruik. Iemand kan zijn werk doen of sporten met bezieling. Als een voetbalclub een keer slecht presteert, zeggen mensen wel eens, hè, ja, de bezieling ontbrak. Als iemand veel uitstraling bezit, hè, dan zeggen we, ja, dat is iemand met charisma. Ook zoiets, eigenlijk een Bijbels woord, charisma, genadegave. Een charismatisch mens, een begenadigd mens. En die is in staat ook om anderen te bezielen. Ja, om iets over te dragen. Iemand te bezielen. Het is duidelijk dat dan ergens iets binnenin leeft. Dat gevolgen heeft voor je denken, voor je willen, voor heel je doen en laten. En dat innerlijke leven. Dat innerlijke leven, wat dus heel je leven beïnvloedt en bepaalt. Dat innerlijke leven kan heel krachtig zijn. Ja, dat is iemand vol bezieling, daar gaat wat van uit. Kan ook zwak zijn, kwetsbaar. En dan hebben we het over een arme ziel. In de Bijbel en vooral ook in de psalmen, we hebben een aantal al van gezongen, gaat het veel over de ziel. Heel vaak wordt daar de mens bedoeld in zijn totale bestaan. Op Psalm 103 zegt, loof de Heere mijn ziel. En dan is dat natuurlijk niet maar een stukje van mijn leven. Loof de Heere mijn ziel, loof de Heere met al wat in mij is. Loof de Heere heel mijn wezen. Mijn ziel dorst naar God, Psalm 42. Daar verlang ik niet met een stukje naar God. Maar dan verlang ik helemaal naar de Heere. En als de Heere Jezus je waarschuwt dat je ziel verloren kan gaan. Moet je zeggen van, nou ja, dan heb je het misschien nu nog even goed en zo. En dan is het straks verloren. Dan ben je nu al verloren. Dan gaat je leven verloren. En dan hoeft er met je verstandelijke vermogens nog niks mis te zijn. En toch ben je innerlijk en ben je geestelijk zo leeg. Dat het niet goed kan gaan. Ook in de keuzes die je maakt en de weg die je gaat. Als je ziel verloren gaat, dan wil je niet meer wat God wil. En misschien weet je helemaal niet meer wat je eigenlijk zelf wil. En laat je gewoon meevoeren door je begeerten en gevoelens en wat erin is en wat er in de wereld leeft. Nog even over de ziel. Het Bijbelse woord voor ziel is een heel algemeen woord. Het Hebreeuwse woord kan ook gebruikt worden voor een dier. Ook een levende ziel letterlijk.
Paasels misschien, maar zo staat er wel. Alleen, en daar is dan onderscheid heel duidelijk in de Bijbel tussen mens en dier. De manier waarop de mens tot een levende ziel wordt, dat is wezenlijk anders. Er staat in Genesis 2 dat God bij Adam de adem in de neus blies. En zo werd Adam tot een levende ziel. Dus de mens heeft zijn ziel aan God te danken. Daarom zo ook belangrijk. En zo ben je ook mens, zo kun je mens zijn. Met je behoeften en met je verlangens, met vreugde en met verdriet, met verwondering en dankbaarheid. Een mens met een doel voor het leven. Voor God waardevol. Je bent geschapen met de verantwoordelijkheid om mens te zijn naar Gods beeld. Met liefde, met gerechtigheid, met inzicht en met vermogen om de schepping te beheren. Zo heeft God de mens geschapen. Maar wat is er van geworden door de zonde? Als God het niet verhoedt, dan blijft er van die ziel niks over. Die ziel die kan trouwens ook als gevolg van die zonde ook heel erg onder druk staan. David zegt in Psalm 31, mijn lichaam en ziel verkwijnen van verdriet. Omgekeerd, als hij in Psalm 16 of Psalm 30 bijvoorbeeld zegt dat zijn ziel juicht. En dan klinkt er iets door van de vernieuwing van het leven. Herboren als mens naar Gods beeld. Als mens door Gods goedheid en ontferming herboren zijn. Dan kun je ziel juichen. En zou de Heere ook dat nou niet op het oog hebben? Zou Jezus nou ook dat niet op het oog hebben? Als hij zegt dat je de wereld kunt winnen, maar dat je schade kunt lijden aan je ziel. Ja, dan kun je genieten van alles wat er de wereld te bieden heeft. Maar als je toch niet meer kan verwonderen over Gods genade, dan verlies je God als de bron van je leven. Ben je in feite straatarm. Dus besef hè, wie je bent als mens, door God geschapen naar Gods beeld. Wat hij je vraagt en wat hij je geven wil ook. Die ziel van ons, dat is dus maar niet een stukje van je leven waarover het op zondag gaat in de kerk en waar je zeg maar op school of in je werk of in handel die je drijft of zo, of, waar je niks mee te maken hebt. Nee, die ziel dat gaat over heel je leven. Maakt je leven uit. Gaat over de bron waaruit je leeft. Die ziel, dat innerlijke leven waarin je heel kwetsbaar bent. Waarin je open kunt zijn voor iets moois en teers, voor schoonheid of voor liefde. Maar ook voor afkeer en boosheid. Dat innerlijke leven, die binnenruimte, die kan open zijn voor de ander. Maar kun je ook afsluiten, misschien wel uit angst om gekwetst of afgewezen te worden. Ja, dan ziet die ander ook niet wie je werkelijk bent. En misschien vergeet je het zelf wel. Misschien als je zo je innerlijk is afgesloten, dan merk je wel, hè, van, dan kun je nooit floreren en bloeien als mens. Dan kun je echt leven zoals God het gewild heeft. Dan verkwijnt je ziel. Hoe donker kan het zijn? Kostbaar en kwetsbaar dus. Dat innerlijke leven. In onze ziel kunnen we vreugde en verdriet kennen, hoop en wanhoop. De plaats waar je tot de ander komt en waar je God ontmoet. En als je nou die adem van God mag inademen, door Gods geest herschapen mag worden, Dan ben je weer die levende ziel, zoals God het bedoeld heeft, mens naar Gods beeld. Daarom zo belangrijk, hè? Goed te zorgen voor je ziel. Maar wat doe je daar zelf dan mee? Ja, dat is die tweede vraag, wat doe je met je ziel? Want de Heer Jezus, die gaat ons daarin voor. De Heer Jezus, die leeft helemaal bij de psalmen. Jezus, die weet wat hem te wachten staat.
dat zijn leven hier op aarde verloren zal gaan. Zijn aardse leven. Het kruis houdt geslagen. Maar hij keert zich met heel zijn ziel tot zijn vader Jezus gekomen om zijn leven te geven. Ook daar staat weer het woord ziel. Hij geeft zijn ziel als losprijs voor velen, om velen te redden. Hij is de goede herder die zijn leven inzet. En ook daar staat letterlijk het woord ziel. Hij zet zijn ziel in voor zijn schapen. Zo offert Jezus zichzelf. Maar het is geen verlies. Duidelijk zie je dat bij de Heer Jezus. Jezus die zijn leven verliest, maar tegelijk de overwinning behaalt. Een heel nieuw leven wint en velen rijk maakt. En als je nou die weg van de Heer Jezus mag volgen, aan de Heer Jezus gelijk mag worden door zijn genade. Ja, wat kost me dat allemaal? Dan vind je juist het leven herboren. Eer of rijkdom, macht of aanzien. Wat zullen de mensen allemaal van me zeggen? Dat is allemaal belangrijk in de wereld. Het samenvatten, waar gaat het nou allemaal om in de wereld? Wat ik heb. Wat ik kan. Moet je vooral laten zien tegenover iedereen. Wat anderen van me vinden. Maakt heel veel de dienst uit. Maakt in de wereld veel uit wie ik ben. Dan moet je kunnen zeggen wat ik heb, wat ik kan, wat anderen van me vinden. Alleen, dan win je misschien wel de wereld om het woord van de Heer Jezus te gebruiken, maar verlies je je ziel. Je ziel verliezen, dat is dus niet alleen door geld of door rijkdom. Moet je daar natuurlijk ook niet je hart aan hechten. Maar je kunt ook op een andere manier de wereld winnen. Zeg maar, genieten van alle mogelijkheden in deze wereld. De keuzevrijheid in je beroep en in je relaties. Maar wat ben je arm als je alleen maar leeft vanuit je eigen buik, je eigen gevoelens en God uit het oog verliest. Wat een schade voor je ziel. Raak je vervreemd van de bron van je leven en daarmee van elkaar. Dat geeft het een tweespalt. Verscheuring in gezinnen en de samenleving. Mensen allemaal voor zichzelf leven, uiteindelijk. Hoeveel zorg besteden wij aan onze ziel? Wij weten allemaal dat beweging goed is, heel belangrijk natuurlijk. Gezonde voeding voor hart- en bloedvaten, allemaal heel belangrijk. Roken en alcohol zijn het niet. Nou, dat is ook belangrijk om daar rekening mee te houden. Ook je ziel kan vervuild raken. Je kan verkeerde stoffen inademen. Je ziel kan mat worden. Als je in je geloof te weinig beweging krijgt. Als je alleen maar in de kerk zit om er te zitten. En niet zelf ook die oefening van het geloof ter harte neemt. En de Bijbel leest en tijd neemt voor het gebed. Luister nog eens naar de woorden van de Heer Jezus. Als je je leven zult verliezen om mij, dan zul je het vinden. Jezus zegt niet verwaarloos je leven, maar hij spreekt hier over navolging. En in dat licht verloog jezelf. Neem je kruis op en volg mij. Laat los wat je in de weg staat. Leg het af. Denk aan Hebreeën 12. Laten we afleggen alle last en de zonde. En met verharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Met het oog op Jezus, de leidsman, de voleinde van ons geloof. Als het nou om hem gaat in je leven. Steeds bedenkt, wie is nou de Heer Jezus? Wat zou hij nou willen? Als hij centraal staat, dan adem je zijn liefde in. Dan leef je bij het gebed. Ja, zo weinig tijd en zo, ik ben vaak zo moe s'avonds en zo. Is het echt zo? Als je leeft bij je gebed, dan is dat je ademhaling. Ademhaling voor ziel, dat kun je niet missen. Dan zul je meer en meer zeggen, Heere, wat bent u groot, wat bent u rijk, liefdevol, genadig, barmhartig en rechtvaardig. Aan de voeten van de Heer Jezus word je stil van verwondering.
En daardoor ook dat vertrouwen, dat kostbare vertrouwen bij de Heer ben ik geborgen. Want de geschenken, die geborgenheid en die vrede, zoals je die proeft ook in Psalm 131. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht, zoals een gespeend kind bij zijn moeder. Die stilte die je inderdaad jezelf als moet opleggen. Het kan geen kwaad om jezelf eens goed toe te spreken. Wees nou eens stil, mijn ziel, zegt David in Psalm 62. Geen tijd. Zouden we nou echt geen 5 of 10 minuten tijd hebben? Als je denkt waar we allemaal tijd voor hebben. En in de loop der jaren allemaal tijd voor hebben ingeruimd. Hè, toen internet zijn intrede deed, de computer, mobiel, WhatsApp. Dan zei je toch ook niet van, al die nieuwe dingen heb ik geen tijd voor. Hè? Dat kan er allemaal bij, En dan geen tijd voor de Heere. Leven bij het gebed is inademen van Gods liefde. Macht en luister die je vindt in de Heer Jezus Christus, dat is nou echt leven. Wat je verliest, dat is een leven in eigen kracht of wijsheid. Maar wat gaat er in verwondering en aan aanbidding? Het gaat daarin nou een leven voor je open. Zo hebben we al het een en ander gezegd over wat het uitwerkt ook. Hè? Het loopt zo in elkaar over wat het uitwerkt. Paulus is een heel duidelijk voorbeeld. Paulus die zegt, wie roemt, roemen in de Heer. Paulus die heeft geleerd om die roem als vooraanstaande bijbelgeleerde in Jeruzalem kwijt te raken. Het is hem geworden, alles waar hij zich vroeger op beroemde, tot vuilnis, tot drek, zegt hij. En wat komt er dan voor in de plaats? Paulus, een leven van rondzwerven, nergens thuis zijn, maar steeds overal maar vertellen van zijn rijkdom in de Heer Jezus. Eigen roem die nergens toe, maar de roem in de Heer. Laten we groot spreken van hem. En wanneer je zo tot rust komt bij God in de Heer Jezus Christus, komt er ruimte voor zijn geest. Je kunt toch ook zeggen, ik mag me aan hem toevertrouwen. Wat een belofte. Geef de Heer dan. Ga er voor je open. Jesaja 62, om iets te noemen. U zult een sierlijke kroon in de hand van de Heer zijn. Een koninklijke tulband in de hand van uw God. Is dat niet oneindig veel meer dan wat heel de wereld te bieden heeft? En daarvoor ben ik nou gekomen, zegt Jezus. Ik ben gekomen omdat u leven zult hebben en overvloed. Dat je leven vol mag zijn van vreugde in hem. Luister naar het woord van God. Hoor zijn stem ook aan jouw adres. Laat je ziel, laat daarmee je leven niet verloren gaan. Kijk eens wat voor een rust en rijkdom er bij de Heer te vinden is. Hoe hij een toevlucht is. Hoe je veilig mag zijn bij hem. Wat een vrede. Laat zo onze belijdenis zijn, Heere. U bent mijn schuilplaats. Mijn rots. Mijn heil. Mijn eer ook. Van hem is mijn verwachting. Amen.
Laten we de Heere u danken en bidden. Almachtige God, Hemelse Vader, u danken we voor deze zondag. Voor uw woord, dat een levend woord is. Balsem voor onze ziel. U danken wij voor uw liefdevolle, genadige en trouwe zorg. Dat u als de goede herder onze ziel verkwikt. Geef ons uw genade. Dat we ook strijden tegen alles wat onze ziel bedreigt. Dat we ook zien hoe belangrijk het is onze ziel te zorgen. Dat we het gebed kennen, het leven met u als die ademhaling van onze ziel. Dat we nooit kunnen missen, geen dag, geen moment. Dat we zo roemen in u alleen. Dat uw woord het is dat ons leven doet. Uw genade ons herboren doet zijn. Uw geest ons een nieuw leven geeft. Eeuwig leven. Dat nooit verloren zal gaan. Ik wil al uw werk in ons volbrengen. In de gemeente. In de kerk. En in ons persoonlijk leven. En laten we alles wat we als kerken doen en wat in de gemeente gebeurt, laat dat alles ertoe mogen bijdragen. Dat onze ziel mag leven, mag opbloeien, niet verkwijnen zal, maar nieuwe krachten krijgt en inspiratie steeds weer. Dat we zo elkaar mogen opbouwen in het geloof en het leven met u. Heer, geef dat we daar samen op gericht zijn. Steeds weer samen de lengte en breedte, hoogte en diepte te kennen van uw liefde in de Heer Jezus Christus. Uw wijsheid die boven alles uitgaat. Schenk dat aan het verband van onze kerken. Iedereen die zich voorbereidt op de generale synode dit jaar. Al het werk dat er gebeurt in verschillende commissies en deputaatschappen. Wil dat tot zegen laten zijn. En vooral ook geeft u onze kerken die geestelijke voorbereiding zo nodig is om niet onze agenda voorop te stellen. Wat wij willen. Heer, wat kan de geest van de wereld ook in de kerken doordringen? Bevrijd ons daarvan. Dat we openstaan voor uw stem en wilt u zo door uw geest ook uw kerk in deze tijd blijven vergaderen en bewaren bij het allerheiligst evangelie. Zegen daartoe ook het belangrijke werk aan de Theologische Universiteit. Alles wat ook daar mag gebeuren, zegt u, hoogleraren, docenten en studenten. Iedereen die bij het werk daar betrokken mag zijn. Al het werk dat in onze kerken gebeuren mag, wilt u het zegenen. Als de klas is, komende zaterdag een zendingsdag mag houden. Laat ook bijdragen aan onze betrokkenheid. En dat het zegen mag zijn van uw werk in deze wereld. En zending en evangelisatie en hulpverlening. U danken wij voor de mensen die u de gave en de liefde hebt gegeven. Om dienstbaar te zijn. Wilt u ze alles iedere keer weer geven wat ze nodig hebben. Wees met ons in de week die voor ons ligt. In ons werk of school. Ook als we geen werk hebben. De leven dat u geeft. De plaats waar u ons stelt. Tot zegen mogen zijn, een licht van u, voor de mens om ons heen. Al kunnen we zelf bij onszelf denken, wat stelt het allemaal voor? Kunnen we onszelf zo'n arme ziel voelen? Laat ons rijk zijn in u. En ook als ons leven een leven van achteruit gaan en van minder worden is, dat we dan die weg mogen gaan in navolging van de Heer Jezus en zo rijker mogen worden in u. Wil met ons zijn in het werk dat we doen en op school, het onderwijs, dat we in afhankelijkheid van uw leven niet op onszelf en onze rijkdom zijn gericht, maar met hart en ziel en verstand helemaal u lief hebben en zo tot zegen mogen zijn van onze naasten. O Vader, dat uw liefde aan ons blijkt. Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. Heilige Geest, zend uw troost en kracht tot ons neer. Drie enige God,
u zij alle eer. Amen. Mag de Heere dienen met uw gaven. En daarna is onze slotzang uit Psalm 103. Psalm 103 zingen we de versen 1 en 11.
ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap, de troost, de leiding van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.